iedereen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik een kamertour doen, want Pien vroeg om een kamertour, dus dat komt er zeker aan. Maar voordat we beginnen ga ik eerst heel even mijn kamer opruimen, want het is zo rommelig dat ik hem zelfs niet op beeld kan zetten, want er ligt overal rotzooi. Dus eerst ga ik mijn kamer opruimen en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, mijn kamer is zo goed als helemaal opgeruimd. Hier en daar ligt er nog een beetje rommel, maar kijk dat gewoon... Bekijk dat gewoon even over het hoofd, want ja, ik denk dat niemands kamer 100% perfect is en 100% opgeruimd is. Dus de mijne ook niet, maar ik zal die nu even aan je laten zien. Dus dit is mijn kamer, gewoon die deur. En dan hier hangt zoiets op van, ja, dat heb ik gekregen van mijn papa. Dan is dit mijn kamer. We zullen beginnen hier zo. Alleen ja, mijn bureau moet ik gewoon nog opruimen, maar... Oké, dat is het enigste. Hier staan twee dozen. Maar in die dozen steek niks speciaals. Dan heb ik hier een bakje op liggen. Gewoon random dingen. Hier zitten nog spul in van een ruilsamenwerking met mijn beste vriendin. Die moet ik ook nog ordenen. En hier is nog een doos met knutselspullen. Dan ligt hier nog een doos met oude herinneringen. Daar stop ik altijd mijn oude herinneringen op. Mijn kralenbord. Zo'n papiersnijder. Witte papieren en een 1. Normaal heb ik ook ergens een 5 liggen. Ah ja, hier. En dat was voor mijn verjaardag. Dus dan stond ze op 15, want ik was 15 jaar geworden. Dan hier heb ik iets van... Ja, ik weet niet precies wat dat is, maar het is kei cool om foto's mee te maken. Dus dat ligt hier ook op. Dan heb ik hier een kast met allemaal knutselspullen. Zoals je kan zien. En hier zit zo confetti... Ja, dat is niet confetti, maar dat kan ik gebruiken als confetti. Een touw en een strip. Dan hier nog een beetje van alles. Hier is heel veel Insta, zo van die, hoe noem je die foto's? Polaroid foto's. Mijn notitieboekje van mijn bestellingen. En dit is een kledingkast. Hier zitten mijn pulls in en mijn schooluniform enzovoort. T-shirt en pyjama's. Dan heb ik hier nog meer knutselspullen in deze kast liggen. Of ja, in deze kast liggen mijn schoolspullen. En in deze kast liggen nog knutselspullen. Wacht, hè. Dan liggen hier bakjes met allemaal sieradenspullen. Maar ik heb al eens een sieradentest gedaan. Misschien komt er binnenkort nog een tweede. Of ja, een derde zelfs. Heel veel inpakspullen, die steek ik allemaal hierin. En hier steek ik alle bedankkaartjes en alle lieve dingetjes in die ik krijg. Die bewaar ik daar altijd in. Oude logo-stickers. Washtape enzovoort. Dit is wel heel mooi opgeruimd, dan komt hierin. Een hele bende met allemaal bulletjes plastic. Schoolspul dat op zolder moet, want het schooljaar is voorbij. Echt al... sinds 23 juni, dus dit ben ik allemaal op zolder. Ja, het enige wat rommelig is eigenlijk echt mijn bureau. Hier liggen allemaal kleidingetjes. Ja. Dit is voor een schabloon. Ja. Sieraden. Ah ja, een sieradenstash komt er ook binnenkort aan. Want iemand vroeg er ook om. Ja, heel veel rommel eigenlijk. En daar liggen mijn kraaltjes voor mijn sieradenbedrijfje. Oorbelletjes enzovoort. En dan komen we hier in het andere gedeelte van mijn kamer aan. In deze kast zit een hondje rommel. En hier zitten mijn sieradenspullen in. Ja, ik ben zo leuk om dat op te ruimen. Dus ik moet dat fatsoenlijk uitruimen. Want kijk, het is echt heel mooi georganiseerd. Vooral de bovenste laag hier. Mijn bed... Vraag me niet waarom er een Hello Kitty ding op ligt. Normaal heb ik iets anders erop liggen, maar nu gewoon Hello Kitty. Ik hou echt niet van Hello Kitty, dus ik ga dat ook niet denken. Mijn laptop ligt ook op mijn bed. En mijn tablet. Dan hier op de grond liggen allemaal spullen uit de Action. Dat gaan jullie in de volgende video zien. Want ik ben aan Action geweest, maar wanneer die video online komt, staat deze video online. Oké. Nee, dat klopt niet. Die video komt na deze video online. Dus vandaar. Mijn bureau. Wat is eigenlijk bureau? Mijn nachtkastje. Ja, hier liggen heel veel sieraden in. En ja, hier zitten allemaal
magazines in en heel veel tijdschriften. En in een van die magazines sta ik ook, of ja, in tijdschriften. Misschien in deze, ik weet het niet, ik ga het eens bekijken. Het is van For Girls Only. Maar in eentje sta ik. Ja, kijk, hier ben ik. Hier, ik heb dat ingezonden. En dit is mijn beste vriendin. Dus ja, in deze tijdschrift, of ja, magazine sta ik. Ik weet niet hoe dat moet noemen. Is dat magazine of is dat een tijdschrift? Laat het zeker weten achter in de reacties. Dan heb ik hier mijn eigen lavabo. Zo van mini badkamertje. Een lavabo. En nog allemaal spulletjes. Zoals dit allemaal, parfums enzovoort. Dus ja. En hier nog van alles. En dan hier mijn oorbelletjes. Oké, vraag me niet waarom ik een type heb gezegd. Maar ik denk dat die op is of niet. Jij is op. Ze mag in de vuilbak. En hier zitten mijn oorbelletjes. Dus ja, dit is mijn kamer eigenlijk. Oké, dan was dit mijn kamer. Het is niet een super grote kamer, maar ook weer niet een hele kleine kamer. Maar die staat nog altijd een beetje rommelig. Dus ja, sorry daarvoor. Maar dat is. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!